Door kennis te bundelen in samenwerking met verschillende techneuten en specialisten kunnen bestaande technieken en ervaringen uitgewisseld worden. Op deze manier hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden en worden machines en installaties duurzamer en kunnen een tweede leven krijgen. Alex Raamakers van Technisit kan ons vertellen wat er allemaal bij een samenwerking op het gebied van besturingstechnieken voor zowel nieuwe als bestaande machines en installaties komt kijken. Bestaande machines en installaties zijn eenvoudig om te bouwen naar een nieuwe besturing. Een voordeel is dat de werking vaak vast ligt en dat daardoor bestaande technieken toegepast kunnen worden. Als wijzigingen in de functionele werking aangepast moeten worden, is dat eenvoudig mogelijk. Bij deze ombouw gaan we als volgt te werk. We gaan eerst inventariseren welke componenten in de nieuwe installatie zitten om een elektroschema op te stellen. Vervolgens moet de werking vastgelegd worden dat zowel de klant als techneut weet wat van elkaar verwacht wordt. Indien er open vragen zijn, kan een specialist geraadpleegd worden uit een netwerkplatform welke zijn expertise kan delen om zo een oplossing te vinden voor de vraag. Als techneut heb je misschien niet alle kennis om een probleem goed aan te pakken. Daarvoor is het belangrijk dat techneuten en specialisten kennis en ervaring met elkaar delen. Zo kan kennis gedeeld worden en kunnen we elkaar verder helpen en van elkaar leren. Vragen kunnen overlegd worden met specialisten en oplossingen kunnen besproken worden alvorens het toe te passen bij de klant. Binnen de branche is er op dit moment een grote vraag voor mensen met een groen hart die kennis en inzicht in techniek willen delen met anderen. Jong of oud, professional of hobbyist, leeftijd speelt geen rol. Op deze manier kunnen we samenwerken aan een duurzame toekomst voor onze en volgende generaties.